Het creëren van een algoritme is vergelijkbaar met het maken van een smoothie. Met een algoritme begin je, net zoals bij een smoothie, het verzamelen, niet met fruit, maar van data. Vervolgens gooi je die data in het algoritme. Dan komt het resultaat uit. Oh nee, het is toch niet helemaal goed. Oké, gooi er wat nieuwe data bij, ga je weer proeven. Dat herhaalt zich zo een paar keer, totdat je een resultaat hebt wat rijp is om uit te rollen.